In heel Nederland wordt er gestaakt door de leerkrachten omdat ze 300 miljoen willen bezuinigen op onderwijs. En hier op de basisschool De Panda zijn nog leerkrachten aanwezig. En ik ga vragen wat ze precies nu nog op school doen en waarom ze niet met de andere leerkrachten in de Amsterdam Arena zijn. Die bezuinigingen komen eraan. U staat erachter, dus vandaar dat de meeste leerkrachten al weg zijn. Maar waarom bent u dan niet in de Amsterdam Arena? Ons ideaal was een klein beetje van, nou, het mooiste zou zijn dat er dus inderdaad een heleboel gaan staken. En daarnaast toch ook een aantal over zijn die toch de kinderen les kunnen geven. Is het gebeurd? Het is niet gebeurd. Het was helemaal, we zaten hier om 7:15 met z'n allen klaar. En we dachten van, nou, wat komt er straks aanbellen? Helemaal niemand. Kunt u misschien een voorbeeld geven als die 300 miljoen daadwerkelijk wordt bezuinigd? Wat kunnen de kinderen hier dan nog minder, zeg maar, waar kunnen ze nog minder gebruik van maken? Ja, nou, ik denk dat je het vooral moet zien als dan dat er minder tijd is voor de leerkrachten om aandacht te geven aan die kinderen. Van, kijk, in principe heeft de school de verantwoordelijkheid om alle zorgleerlingen op te nemen en ook alle zorg te bieden die elk kind nodig heeft. En dat vinden wij juist ook heel belangrijk. Alleen door die grote bezuinigingen heeft dat effect voor, dan kunnen we minder leerkrachten aanstellen. Of leerkrachten hebben minder uren. En daardoor heeft ieder kind dus minder aandacht. Nou weet ik dat een groot deel van uw collega's die zitten in de Amsterdam Arena. Waarom bent u niet bij uw collega's? Ik heb er lang over nagedacht, ook over getwijfeld. En ik ben heel erg blij dat zij er wel zitten. En dat er een heel goed signaal is met alle 50.000 waren het er volgens mij die aan het staken zijn. Het is alleen een hele morele keuze, een lastige keuze. En ik heb er uiteindelijk voor gekozen om gewoon mijn eigen werk te doen, wat ik op dit moment dus ook aan het doen ben, maar dan zonder kinderen. Waar bent u bang voor dat u straks de kinderen niet meer kan bieden? Ik ben er bang voor dat als er verder wordt bezuinigd in personeel en ook in geld om goede spullen en goede materialen aan te schaffen, wat je vooral ook wel bij kleuteronderwijs echt wel nodig hebt om de kinderen goed te laten ontwikkelen, dan ben ik er bang voor dat er minder is en dat je de kinderen geen recht kan doen. Dat je ze niet kan geven wat ze nodig hebben en dat je uiteindelijk met ontzettend veel ander werk bezig bent dan dat je echt in contact met de kinderen bent. Wat wordt nou precies moeilijker voor de kinderen in de klas, maar ook voor uzelf, om dan nog effectief en goed les blijven geven en dan vooral met de kinderen die een taalachterstand hebben? Kinderen komen veel meer aan bod als het 1 leerkracht op 4 kinderen is. En op dit moment hebben we het zo dat ik heb nu 18 kinderen in de klas. Er werkt 1 groepje van 4 kinderen met mij, 1 groepje werkt met mijn collega. En de andere 2 of 3 groepjes, die hebben een aparte zelfstandige taak. En ik denk dat het moeilijker wordt op het moment dat die andere leerkrachten niet is. Moet het anders georganiseerd worden in de klas? En het wordt nog veel moeilijker als je daar kinderen bijkomen met extra problematiek, terwijl aan de andere kant de extra hulp uit de klas verdwijnt. Ik heb zelf ook een zus en die zit op een speciale school. En ik vind het ook heel erg verhaast als dat soort mensen, als het meer, want zij het nu al moeilijk met leren. Al die mensen hebben nu al moeilijk met leren. En dat wordt er nog moeilijker voor haar om ook om te concentreren.